Het is dierendag en dat betekent dat veel dieren vandaag weer eens extra in het zonnetje gezet worden. En zo ook bij Hopkazo in Uden. Alleen bij het opvangcentrum is de behoefte aan wat extra financiële middelen. We krijgen maar een kleine vergoeding van de gemeente per binnengebracht dier. Maar dat vergoedt niet alle kosten die wij maken in verband met medische kosten, voer, verzorging. Dus daar hebben wij dringend geld voor nodig. Kosten zijn er natuurlijk altijd, maar er zijn ook grotere kosten. Een hoge kostenpost is natuurlijk medische zorg, operaties, medicijnen, dat soort dingen vooral. Het onderhoud van het gebouw, dat is ook echt dringend nodig. Daarom organiseert Hopkazo weer een collecte. Echter zijn ze bij Hopkazo nog op zoek naar collectanten. Je kunt je opgeven op de e-mailadres collecte@hopkazo.nl. We hebben dringend collectanten nodig. We doen alleen de gemeentes Uden Veghel met dorpjes, de kerndorpjes erbij. Dus als je tijd en zin hebt, wil je graag opgeven. De collecte wordt gehouden in de week van 17 oktober. Het begint op maandag 17 oktober tot en met zaterdag 22 oktober.